En Georgie en het daarop volgende Smile. Dat waren trouwens ook hits hier in Nederland, in België, Duitsland en ook in Oostenrijk. Nee, in de Zwitserse hitparade staat Mississippi op de vierde plaats, en Georgie op de tweede plaats. Jongen. De Pussycat LP die staat op de twaalfde plaats in de Duitse hitparade. Ah. Hallo. Hallo. Smile is binnengekomen op de Engelse top 50. Jongen, niet te geloven zeg. Nou, dat is een geweldig succes. Zo kan het wel hoor. Jongen, waar een toestemming telefoon. Goed, voldoende. Wij gaan verder. We moeten trouwens verder. Want op de derde plaats van diezelfde populariteitsverkiezingen in Nederland werd de topgroepen verkozen. De geweldige kraker, George Baker. De groep is binnen, merci. Hey! Hallo, dat is leuk. Kom erbij. Daar zijn ze, de uitstekende formatie BZN. Die na een 10-jarig bestaan in een nieuwe vormgeving en een nieuw geluid een bijzonder hoge score hebben gemaakt. Bosje Bloemen erbij. Kijk eens aan, even fruitig behandeld door Krijn. En dan zou ik eigenlijk aan jullie willen vragen, hoe is het jullie bevallen? Uitstekend. Monomoe nummer 1. Ja, dat begrijp ik. Maar en in het buitenland? In het buitenland hebben we ook bepaald niet te klagen, want hij is in België nummer 1 gekomen. In Australië gaat hij lekker aanlopen. We hebben vorige week TV gedaan in Duitsland. Gaat hij ook al lopen. En hij is in Noorwegen aangekomen dus. Ja. En dan, een jaar geleden, toen stond je nog in een winkel als verkoopster. Hoe bevalt het je nu, zo'n topcarrière razendsnel? Ja, in het begin een beetje wennen, maar bevalt me uitstekend. Nou, laten we hopen dat het komende jaar 77 ook zo voor jullie gaat. Hier zijn ze in ieder geval, bij ons staan ze op de vijfde plaats in het jaaroverzicht. BZN en Mon Amour. Personne ne savait où elle s'y trouvait. J'étais très désespéré.